Deze week in de Willemskantine. Simon. Vroeger was hij een havenman met miljoenen op de bank. Nu moet hij de eindjes aan elkaar knopen. Ga even een biertje pakken. Once a little boy sat upon his daddy's knee with picture and crayons in his hand. He said, when I grow up, this is the man I want to be. Daddy, what color is a man? A man. A man. In de Willemskantine zit Simon. Jaren geleden was hij eigenaar van een aantal havenbedrijven in Rotterdam. Simon was miljonair. Maar die tijden zijn voorbij. In oude kranten is nog te lezen wat Simon vroeger had. Als er in de Willemskantine naar gevraagd wordt, weet hij zelf niet eens meer hoeveel het was. Dat was Terminal, bij de portier. De Terminal, ja. Dat was Rotterdam Terminal. Dat was ook voor mij. Het dwarsloodje hier, 7, heb jij er ook nog boeken? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik niet meer. Ik was aandeelhouder, dus ik... Maar goed, dan weet je toch wel een klein beetje waar je je centen laat. Of, ja, maar... Of was je toen zo vermogen dat je dat hier en daar eens gaf en dat je niet ging kijken? Oh, inderdaad. Heb je dan nooit op zondagochtend dat je de landerie niet gaat bekijken of zo? Nee, dat doen de boeren ook altijd. Ja, maar het is lang geleden. In de Willemskantine kennen ze Simon al jaren. Ze hebben hem vroeger veel geld zien uitgeven. Ja, maar daar kan niemand tegenaan werken natuurlijk, waar je zoveel geld op maakt. Hij maakt zoveel geld. Maar het kon ook niet op. Hij verdiende ook genoeg. Maar hij heeft het alleen verkeerd gedaan. Ja, heb je nou geen gulden. Hij moet nou ook naar de sociale dienst. Het is alleen jammer, maar ja, hij heeft het ook een hoop van zijn eigen te doen. Ja. Dat is jammer. Bomen groeien vaak voorbij de hemel, hè? Dat gaat niet. Nee. Dat werkt niet. Zou de kerel. Zo groeien ze nu, hoor. Simon wil weer de top bereiken. Hij begint met het verkopen van kleding in kroegen. Wat doe je ook? Een bovenshirtje. Nee hoor, of wel? Ja, het is een bovenshirtje. Dat is toch boven ik heb er geen verstand van, maar goed. Ik probeer er alleen mijn geld op te verdienen. Gooi, wat kost je? Ja, dat varieert van 20 tot 40 euro. Van wie is dat? Dat is van mijn dochter. Dochter. Hoe oud is je dochter? Als jij ermee naar bed probeert, dan ben je de vader. Ja. Oh, dat is goed. Samen met Jolanda en Tony van de Willemskantine houdt Simon een modeshow in een café. Maar de samenwerking verloopt niet altijd even soepel. Hij doet helemaal niks, want ik moet nog een keer dadelijk alles gaan regelen. Het is nu gewoon, puinhoop. Op deze manier, dan zeg ik dadelijk van, joh, moet je luisteren. Zoek het zelf maar uit. Zoek het maar uit. Ik bedoel, het is lekker makkelijk. Hier heb je het, zoek het maar uit. En zo werkt het niet. Wat ik te leuk aan vind, kleding. Kijk, is hij al naar jullie toe geweest? Hebben jullie al bedankt, gezegd, meiden, leuk? Nee, nou, dat bedoel ik. Ja, hij zit gewoon lekker aan de bar met een drankje en that's it. Oh, Simon, I can kill you. De samenwerking is geen succes. Simon moet op zoek naar andere inkomsten. Hij brengt daarom een bezoek aan Hans Vervat, een geslaagd zakenman in de Rotterdamse haven. We kunnen de volgende 70 jaar samen invullen. Maar Vervat heeft wel een idee waarom het fout is gegaan met Simon. Gedrukt. Ja, het is een triest verhaal. Want het is zo dat jij aan de ene kant vermogens verdiend hebt, en aan de andere kant ook een beetje door lichtzinnigheid, zullen we maar zeggen, het net zo hard weer verloren hebt. En dan ben je niet over een paar gulden, maar over tientallen miljoenen. Ik ben met 12 jaar ben ik van school afgelopen. Dus ik ben maar tot 12 jaar op school gegaan. En ik heb altijd heel hard gewerkt, hoor. Ik heb altijd meegewerkt en altijd... Ja, je leert heel anders denken eigenlijk. Als dat je een jongen bent en je komt uit een welgestelde familie. En je kan er dan lang over nadenken wat je doet. En dan kan je het ook allemaal makkelijker invullen. Ja. Maar je hebt geen tijd gehad om na te denken, bij wijze van spreken.
En nou zit hij hier dus als ridder te voet. In plaats van als havenbaron. Maar dat bevalt hem net zo goed. Want het biertje smaakt nog steeds even lekker. En dat is wel even belangrijk om vast te houden. Dat geld zegt gewoon ook niet alles. Hè? Zien? Nee, maar als weet je wat het is. Als je morgens opstaat en je hebt helemaal niks te doen. Hè? Dat is verschrikkelijk. Ook al zou ik nog veel geld hebben eigenlijk. Zou ik het ook verschrikkelijk vinden om totaal niks te doen. Simon bezoekt zijn oude woonplaats Schilde in België. Hier heeft hij rijke en onstuimige jaren gekend. Dat Simon van het nachtleven houdt, zijn ze hier zeker niet vergeten. Nee, die man heeft dus 20 jaar in Schilde gewoond. We zijn van de belangrijkste burgers van Schilde in die tijd. Burgemeester kunnen we. Ook jullie geld al gehad wel. Maar mijn geld was op. Dus, De periode dat hij de haven van Rotterdam platlegde. Lag ook Schilde plat. En vooral het nachtleven van Schilde. Is dat hier? Heb je het nachtleven of niet? Dat was op de Brabant vroeger, hè? Toen jij vertrokken bent, was het gedaan met nachtleven. Met een kennis rijdt Simon langs de villa waar hij jaren heeft gewoond. Hier heeft Simon zijn beste tijd gekend. Hier heb ik met plezier gewoond. Mooi hoor. Ja. Maar ja, goed joh. Hè? Ja. Dat is voorbij. Dat is allemaal over. Ja. Ik hoop ooit dat ik hier nog eens terug kan komen. Ja. En ja, je weet nooit hoe het leven gaat. Hè? Joh, hou je mooie herinneringen. Hè? Ja. En de rest, dat komt vanzelf wel weer. Ja, ja. In België voelt Simon zich nog altijd het meeste thuis. Hij heeft het plan om in Antwerpen een nachtclub te beginnen. Een vleugelpiano. Tenminste, zo zou het worden. Om advies in te winnen bezoekt Simon een oude vriend in de Rotterdamse nachtclub Mayfair. Maar Louis, de eigenaar, heeft het al snel over een ander probleem van Simon. Goedenavond. Wat te neuken of niet? Oh, gedrag hoor. Ja. Zo doe je juist niet uit. Kijk naar je mouw. Hoe? Van je jas. Ja, dus. Ja. Laat het voortaan je jas even ophangen, Simon. Dank u. Je bent aangeschoten. Je doet niets meer dan sport, zie ik. Jawel, zeker. Tuurlijk. Wat doe je tegenwoordig? Een beetje gantje drukken? Ik train niet veel, maar goed. Of een glaas achterover? Hij vindt klootzak. Louis, heb je mij wel eens dronken gezien? Wees eerlijk. Ik heb jou dus dronken gezien. Snittige lowe, zeg jij. Dat jij met je wenkbrauw dus op de grond loopt te kruipen. Ik ga nou niet over praten over dronken. Daarom ben ik boos op jou. Door alcohol, door de bier. Als ik morgen niet meer drink, denk je dan gelukkiger ben of zo? Ja, je moet gewoon zeggen, ik wil geholpen worden. Dan moet je dus iemand hebben. Nee, ik moet niet geholpen worden. Als... Ja. Okay, dan... Ik wil met jou een deal maken dat ik over een week niet drink. Okay? Ik maak geen deal van je bent gewoon een slappeling. De deal heb je al duizenden keer gemaakt. Ja, close ook. Waarom ben je een slappeling? Omdat jij wel duizenden keer tegen mij gezegd ik stop met drinken. Ja, maar jij dronk ook. We hebben samen gedronken. Ja, het is verleden tijd, Simon. Ik heb zoveel problemen in mijn leven gehad eigenlijk, Louis. En dan kan je zeggen, joh, dan kan je zo overheen springen. Dat is afgelopen. Maar ik denk dat jij de helft van de problemen niet mee hebt gemaakt wat ik mee heb gemaakt. Je bent gewoon een slappeling. Daar ben je. Ik vind je een klootzak als je dat zegt. Ik meen dat echt eerlijk. Als je het erop doet, dan heb jij een rotzak. Ik hou van je rotzak. In de Willemskantine drinkt Simon zichzelf moed in. Hij heeft vanmiddag een afspraak bij de tandarts. Dat is eigenlijk de eerste verdoving eigenlijk, hè? Het zal ook niet goed zijn, hè? Nou, ik heb er twee biertjes op. Dat valt wel mee. Ik ben altijd bang van de tandarts geweest, maar misschien wel. Zijn nieuwe gebit ligt al op hem te wachten. Maar met zijn oude tanden heeft Simon gisteren nog snel even exotisch gegeten. En dat merkt de tandarts ook. Heeft hij mij gedacht gisteravond? Hé? Hey? Ik zeg, hij heeft aan mij gedacht gisteravond. Ja. Dat is niet. Nee.
Was wel lekker, de knoflook gisteren. Ja. Oh, sorry hoor. Nee, ja, ik denk, ben gisteren in Portugees mee, zeker. Gisteravond. Sorry hoor. Ja, geeft niet. Met een nieuw gebit gaat Simon weer aan de slag. Van goede kennis krijgt Simon kantoorruimte, een bureau en een telefoon om zijn zaken te regelen. Maar Simon heeft moeite om de draad weer op te pakken. Om de tijd te verdrijven, belt hij zijn dochter. Hoe is het verder? Ja, nou, doe mijn best, elke dag. Nou, dat gaat toch. Dat is jouw kracht, hè? Ja. Dat is jouw streven. Ja. Ik ben niet anders gewend. Ja, sorry dat ik niks kon doen met Sinterklaas voor die kleine. Oh, dat geeft. Ik zit zelf een beetje moeilijk, natuurlijk. Wat betreft... Nou, het zou misschien wel eens leuk zijn, niet om iets te geven of iets te kopen. Ja. Maar dat je gewoon eens een beetje aandacht aan hebt. Ja, ik begrijp het wel. Dan hebben we drie opa's en hebben we helemaal geen opa. Nee, maar ja, ik heb constant een beetje in de zorgen gezeten. Ja, ik probeer er ook een beetje uit te klimmen. Ja, maar ja, ik bedoel, je kan ook een beetje genieten van wat je hebt. En ja, zeggen, ja, dat is zo. Je hebt een schat van een kleintje. Ja, ja. Maar ja, geen opa, terwijl je een opa hebt. Ja, ja, duidelijk. Ja. Maar ik ga het andere jaar zeker wat aan doen. Simon is al zijn rijkdom uit de havens kwijtgeraakt. Maar dat geldt niet voor Jan Rijsdijk. Ook een oud-havenman die op een groot Belgisch landgoed woont. Jan geeft graag wat kleren weg aan zijn oude collega uit de haven. Ik heb even mijn garderobe gekeken, want we hebben dezelfde maat. Kijk, ik draag dat niet veel meer. Maar ik denk, prachtig, hè? Ik zag dat er een vlek op je jasje zat. Ja, ik zit er al een heel lange. Nou, kijk eens hier. Ja. Dat is ongeveer dezelfde kleur, alleen het is nog een Armani jasje ook. Oh. Zelden gedragen door mij. Hij is gewoon opnieuw. Hij is nooit naar de stomerij geweest. En ik heb hier een viertal overhemmetjes. Goh, want hij is prachtig, precies normaal. Twee havenmannen, waarvan de een dan misschien een beetje beter gedaan dan de andere. Maar ja, ik laat je dan niet even in de steek. Nee. Kijk eens. Maar ik draag dit altijd zonder jas, hoor. Ja, en het is driekwart. Ja, dat is driekwart. Dat is lekker. Kijk, het is niet zo lang. En de steekzakken, want ik liep graag altijd met mijn zakken, met mijn handen zo in mijn steekzakken. Kijk. Oh, heb jij dat misschien brengt het wel een beetje geluk, Jan. Ja. En dan zeg ik, nee, hoef je niet te bouwen, joh. Kijk, weet je wat je moet denken in het leven? Zolang als het Jan Rijsdijk niet uit Stelen hoeft te gaan, gaat het goed met hem. Want als het niet zou gaan, zou ik uit Stelen gaan. Maar ik ben wel een man die zegt leven en laten leven. Ja, ik ook. En bepaalde dingen geven is niet omdat jij zo goed bent en dat je zo braaf bent. Nee, dat is eigenlijk dat je te veel hebt. En ook te veel is niet goed. Nee. Twee mannen uit de haven. Jan heeft alles. Simon heeft niets. Maar zelfs veel geld maakt niet gelukkig. Nou, je ziet het, dit is mijn zwembad. Ja, nou, dan moet je ook heel gelukkig zijn, hè, of niet? Nee, nee. Niet? Nee, dat valt tegen. Ja? Dat valt tegen. Eigenlijk sinds ik mijn bedrijf verkocht heb, heb ik momenten gehad dat ik gelukkig was. Maar dat was alleen maar in het begin. Geluk heeft niks te maken met geld. Ik heb geen geld, ik ben ook niet gelukkig. Nee, nee, nee. Daarvoor, wat dat betreft, zijn we alle twee ergens vandaan gekomen. We staan nu op een punt in ons leven. En dan ga je je afvragen, hè? Hoe kan het zo, hè? Hoe kan het zo lopen? Hoe kan het zo komen dat je op dat punt aangeland bent? Dat je zegt, alle twee, de een met geld in een mooi huis op een landgoed. De andere met weinig, laat ik het maar zo zeggen. En dan alle twee toch datzelfde gevoel hebben. Jij zonder vrouw, ik zonder vrouw. Jij met geld, ik zonder geld. Ja, precies. Hè? Ik heb nooit gedacht dat ik ooit nog eens aan de nullijn zou komen. Nee, maar ja. En nooit, echt eerlijk niet. Ik denk soms wel eens dat ik droomt. Ja, dat kan me voorstellen. He? Dat ik morgens wakker word, met een hoop ellende. Ja, s'nachts niet kunnen slapen. Ja. En dan denk ik, nou, ik hoopte. Ik denk, ik droom, dat kan niet anders. Ja, 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 maar ja, ja goed. Ja, ja. Mijn droom is waarheid geworden. Ja, ja. Maar Simon droomt niet. Hij is blut. En ook bij de Willemskantine staat nog een rekening open. Hij belt Jolanda om uit te leggen waar het geld blijft. Met Jolanda? Ja, Simon, Jolanda. Hoi. Ja, zeg, sorry dat ik een beetje in gebreken ben gebleven. Maar ja, ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. Ja. En ja, mijn zijn ook beloftes gedaan. En niemand komt zijn belofte waar. Maar ik kan het in ieder geval voor de kerstdagen kan ik het wel even oplossen. Ja, dan zou dat lukken. Ja, is het niet helemaal, dan krijg je de helft wel van me. Ja. Maar ik hoop het helemaal, daar ben ik er vanaf. Oké. Okay. Jolanda. Nou, dan zie ik je verschijnen. Akkoord. Oké, bedankt.
En ja, ik heb een sociale dienstuitkering, dus 700 euro per maand. Nou, daar kan je niet van leven. Hè? Als je de hele dag met openbaar vervoer gaat, dan heb je al 700 euro in de maand nodig, bij wijze van spreken. Hè? Die huur gaat er, alles gaat eraf. Ik denk dat er per maand overblijven 50 euro. Nou, daar moet je alles van doen. Dat kan toch niet? Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen ik, wat hij allemaal doet. Ik heb het allemaal gehad. En ik heb pech gehad. En ja, allemaal weggespeeld. Nou, de eerste flesje bier. Het is 5 uur, dus. Simon moet 6 maanden naar de gevangenis. Bij een van zijn vroegere bedrijven was gerommeld met de boekhouding. Maar Simon wist van niets. Ik ben de verantwoordelijke persoon geweest in het transportbedrijf. Ik was directeur-eigenaar, dus ik ben verantwoordelijk gesteld eigenlijk voor de daden die hun deden. De rechter zegt, ja, hoor eens, meneer De Goeie, u hebt een bedrijf. U moet erop letten wat er in het bedrijf gebeurt. Anders zal hij misschien wel een beetje gelijk hebben gehad. Maar ik heb daar geen deel in ingenomen eigenlijk, in hetgeen wat er is gebeurd. Maar ja, ik heb mijn straf gehad, dus ik heb al een half jaar binnen gezeten daarvoor. En nu zit er nog een half jaar aan te komen. Dus ik heb niet veel geluk gehad. Simon drinkt nog een laatste biertje in de Willemskantine voordat hij vertrekt naar de gevangenis. Een kennis brengt hem weg. Nou, op naar dat steenkool daar. Maar 8 maanden, hè? Nou, er loopt nog een zaak. Ik denk dat het... er loopt nog een zaak voor glaasje op. En ik denk, 6 maanden heb ik nu. Ik denk zelf dat er een maand of 2 maanden nog bij komen. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat ik vervroegd eruit mag. En elke maand kan ik met verlof. Ja, Roy, het is geen pretje, maar het is helemaal zo. Zie je er tegenop? Ja, ziet er altijd tegenop natuurlijk. Als je zo'n half jaar weg moet, is dat geen lolletje natuurlijk. Simon neemt afscheid. Na een maand mag Simon op verlof uit de gevangenis. Eerst een glaasje bier halen. Het is lang geleden. Het is beter hier als binnen. Het valt niet mee, dat binnen zitten. Oh. Als je de vrijheid gewend bent. Maar ja, nog een paar maandjes, dan zit het er weer op. Simon duikt weer in het nachtleven van Rotterdam. Maar niet iedereen waardeert zijn gezelschap. Goedenavond. Mag ik een biertje of niet? Nee. Waarom niet? Ik ben niet. Ben je dronken? Ik ben niet dronken. U bent dronken. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, maar... Nee? U weet wat hiervoor gebeurd is? Niks gebeurd? Jawel. Wat? Je hebt ons beledigd. Je hebt tegen mij gezegd dat ik een snuiver ben. Nou, dat houdt gewoon niet. Zo zie je er niet uit? Ja? Nee? Nee, je gaat eruit. Ja? Ja? Oké. Oké, tot ziens. Ja, wat rusten. Ja. Kom, ga ik nog een biertje nemen of niet? Nee, je komt niet langs mij. Hè? Je komt niet langs mij. Hey, ben sterk jij? Ja. Die zeker als ik, hè, bestaan niet. Nee, dat hoeft ook niet. Nee? Wat jij wil, maar wij stellen geen prijs op jouw gezelschap. De club van Hoge Vielen. Hoge Vielen Club. Simon besluit die avond dat hij niet teruggaat naar de gevangenis. Waar Simon Jork in de baasje zitten. Ja, die lullen, Roy. Ik hoor het niet. Jij hoort het wel, ik niet. Ik heb mijn best gedaan, dus ik mag buiten spelen. Oké? Simon is het zat. Hij richt zijn frustraties op andere cafébezoekers. Wegwezen, ga ik wachten. Oprotten.
Klootzak. Hé, een beetje kalm hier. Nee, ja. Ik zoek geen ruzie met die jongen. Hij zoekt ruzie met mij. Hij geeft partij van mij. Hey, lul. Hij is gaan naar op rotte. Hé, hey, jongens, niet in mijn zaak. Hè. Blijf maar doorgaan. Maar bij geen partij, jongens. Zo is die gewoon al. Gewoon al. De hele dag bezig. Zo allemaal vrienden van me. Ja, van mij ook. Dan zo al zo'n ruzie bij mij. Waarom? Dat ik een klein mannetje ben of zo. Dat doen ze niet. Ik denk dat ze ruzie met je maken, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb nu pas 3 maanden in gevangenis gezeten. En dan moet je echt van me aannemen dat ik een van de allersterkste ben in de hele gevangenis. Ik ben een van de oudste eigenlijk, hè. Wanneer moet je terug? Ja, ik ga niet terug. Jij zegt, ik moet al een paar maanden terug. Nee, ik ga niet terug. Simon is uit de gevangenis, maar in de Willemskantine zien ze hem niet meer. Jolanda vraagt zich af of de openstaande rekening ooit nog betaald gaat worden. Daar is ook moeilijk wat van te plukken, van de kale kikker. Die heeft ook nog een bonnetje staan die niet moet voldoen. En die hebben we ook geholpen aan alle kanten. Met modeshows en dergelijke doen. Om hem weer proberen in het zadel te helpen. Maar ja, die laat zich ook niet meer zien. Ja, ik hoop natuurlijk nog wel dat ik wat terugzie ervan. Maar ik ben bang dat ik er achteraan moet. Dat ik hem zelf op moet gaan zoeken. Maar ik denk dat sommige mensen ook niet echt te helpen zijn. Dat die steeds weer in dezelfde fout vallen. Ja, en dat is natuurlijk wel jammer. Simon ontmoet Kitty. Ze kennen elkaar van horen zeggen. Kitty geeft eerlijk haar mening over Simon. Hallo. Even eerlijk zijn, Simon. Ja. Je bent ook een lettertje geweest. Ja, ik ken je niet, maar de verhaal heb ik over je gehoord. Ja, maar ben je bent altijd, hè? Ja, als je jong bent en je ziet er goed uit en je hebt veel geld, dan word je een beetje autoritair. Ik had altijd ruzie. Ik had nog een sportschool hier in Rotterdam. En ja, dan kan je de kroeg wel eens heel vervelende vent zijn eigenlijk. Maar ik deed. Je schijnt geen lekkertje geweest. Dus kleren leien. Maar. Dat is goed. Ik heb altijd zaken gedaan, toch wel met een beetje top mensen. En ik zal niet zeggen in geld, maar in business hebben ze me nooit laten vallen. Waar zijn ze dan nu? Ja. Oh, zie me huis en een zie me dit, zie me dat. Nee, zie me zijn mens. En als ik zeg, zie me wel, weet je wel. Nee, Simon is ook een mens. Ja, okay. Simon wil ook een beetje de vorm voelen. Maar ik kan niet met mijn pijn doen, maakt niet uit. Je moet niet zo'n muurtje om jij, want je bent zo zacht als een eitje. Ja, als ik je 2 minuten koop, lepel ik je zo uit mijn dom. Oh, dat is leuk. Misschien andersom ook. Kan ook. Simon heeft nog een lange weg te gaan. Maar één ding zal hij nooit doen, en dat is opgeven.